Jarni, ja, mag ik spreken dat dit toch wel een uppercut is? Ja, dat is het minste dat je kunt zeggen. Ik denk dat we gewoon over de ganse lijn slecht waren vandaag. We moeten niet te veel excuses zoeken, het lag gewoon aan ons. En als wij er niet in gooien, slechte passen geven, foutieve beslissingen maken, dan kunnen die winnen tegen dit Boekenberg. Even leek het nog, jullie kwamen terug tot op 2 punten. Dan dacht je van ja, het wordt terug een wedstrijd. Maar dat was nog voor rust eigenlijk, was het eigenlijk al over? Hè? Ja, jammer genoeg. Dus we hebben al een aantal weken dat we nooit goed hadden. Het rust komen ook niet. Het is partij aangewezen tijdens de rust om meer dynamisch te gaan spelen. De eerste aanval is dat gelukt. Maar dan vallen we gewoon terug in onze oude gewoonte. En dat is helemaal niet goed. Ik heb het tegen jouw coach ook al gezegd, ondanks deze wedstrijd. Mag je toch wel terugblikken op een goed seizoen, hè? Ja, ik denk dat we een heel goed seizoen hebben gespeeld. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Maar ik denk dat we met heel ons ploeg tevreden en trots mogen zijn. En ook gewoon op onze supporters ook een heel goed seizoen gespeeld. Dus, Volgend seizoen voor de titel misschien? Ja, daar gaan we volop voor en daar beginnen we eind juli mee. Veel succes. Ja, dankjewel.